Al 57 jaar lang worden er koeien gekeurd tijdens de Fokveedag in Hellevoetsluis. Bezoekers konden aan de Smitsweg een kijkje nemen in de agrarische sector en zien hoe de dieren gepresenteerd werden aan de jury. Behalve de keuring konden bezoekers ook paardrijden, een roofvogelshow bewonderen en zelfs op een kameel zitten. De organisatie heeft dus, zoals ik er dan tegenaan kijk, ook meer aangedaan. Dus dat betekent dat dat ook, ook meer publiek trekt. Is een goede zaak. Hè? Omdat je dus op een gegeven moment het publiek moet je dus ook naar die sector toe halen. Kennis ervan laten nemen. En ja, en dan denk ik dat je daar het nodige aan moet doen. Wij wonen in Friesland, maar mijn zus die komt hier vanuit Friesland en dan loopt ze met de koeien. Dan gaat ze met een andere familie meelopen. Mijn zus is dus helemaal gek voor koeien. Ja. En jij? Mwah. Hoe moeilijk is het om een koe zo mooi te krijgen? Nou, moeilijk is het niet, maar het is wel heel veel werk. Het is heel veel werk. Het vraagt veel scheerwerk, wassen. En het mooi laten zijn, dat vraagt weer heel veel oefenwerk. Want als een koe niet mooi wil lopen, dan is die een stuk minder mooi dan dat ze wel mooi wil lopen. Dus ze laat zichzelf ook op een gegeven moment zien of niet zien. Dus het is niet even, het is heel veel werk. Is het dan stiekem ook nog eventjes iets leerzaams voor de kleintjes? Ja, dat blijft het altijd, hè, met dieren. Ja. En wat vind jij nou persoonlijk de leukste dieren? Ja, toch wel de koe. Ja? Ja, absoluut. Wat is er nou zo leuk aan een koe? Het grote, de grote en ze hebben ook een eigen wil. En dat merk je wel als je ermee omgaat.